Ja, daar kan Omroep-Brabant niet achterblijven. De ochtendpresentatoren van de radio, Christian Westerveld, Koen Wijn. En we hebben ook verslaggever Tony Vos. Ze staan voor het gebouw. En daar is ook verslaggever Jan Walen. Ja, voor die ziekte, ALS, die vreselijke ziekte, daar is die actie voor ontstaan. Allerlei mensen die gooien ijskoud water over zich heen. En hier staan drie collega's van mij, Koen, Christian en Tony. En ik voel even, ja, het is echt koud. Dus daar kan het niet aan liggen. Nou, toe maar jongens. Ja. 1, 2, 3. Zo. Nou, fijn hè? Oh, die was koud. Ja. Ja. Voor de goede zaak, zullen we zeggen. Ja, alles voor goede ja precies. Behalve dat ze dit doen, doneren ze ook nog 10 euro. En precies, komt u maar. Nou, we hebben er 9, want we zijn immers met z'n drieën. Femke de Jong. Femke de Jong, dat is er 1. Ja. Tom van de Oetelaar, René van Hoof, Paul Post. Allemaal mensen van Omroep Brabant. Ja, ja. Eefke Boelouwers. Eefke Boelouwers. Onze directeur, Henk Lemkert. Jan Walen. Ik geloof dat wij, Jan Walen. Ik denk dat wij snel terug moeten naar de studio nu. En natuurlijk Albert Bos. Albert Bos. Nou, goed. Succes, jongen. Nou, dag hoor.